Ja, dit is Mandy. Dat is de nieuwe vrouw Antje. Ja, de nieuwe vrouw Antje. Nieuwe vrouw Antje. Ja. En dit is Madeleine. Dit is de jonge, maar oude vrouw Antje, zeg maar. Hoe belangrijk is vrouw Antje voor de Nederlandse export nu, Bleker? Nou, heel erg belangrijk, want we verdienen veel aan kaas. En Nederland is natuurlijk een kaasland. En wat ook heel belangrijk is, we kunnen in Duitsland, dat blijkt uit alle cijfers, nog meer exporteren. Nog meer kaas exporteren, met name in het zuidelijke delen van Duitsland. Dus jij moet veel in Bayern, in München enzovoort zijn. Ja. Daar is nog meer te verdienen. Dus over een paar jaar, dan vraag ik aan jou van, en hebben we meer omzet gegenereerd in Zuid-Duitsland? Oh. Als je nou vrouw Antje wordt, verandert er dan echt iets in je leven? Dan ga je nog meer kaas eten. Ja. En verder, er verandert een heleboel. Heel Duitsland kent je. Echt? Ja. Ik geloof nu 80% van de Duitsers kent vrouw Antje. Je meent het. Dus als je als vrouw Antje er rondloopt, nou, u zult het zo meteen ook nog zien als er heel veel publiek is, dan roept iedereen, oh vrouw Antje, Kees uit Holland, Kees uit Holland. Ja. Dus dat is een wonderformule. Het is echt iets heel aparts. Ja. Maar vrouw Antje is ook sinds 1961 op de Duitse televisie. En vrouw Antje brengt Kees uit Holland, dat hebben alle Duitsers ingepeperd gekregen. Nou ja, die gouden formule, die blijft nog wel even hangen.